hier omdat de buur heeft wel remmen, maar ik doe het niet 100%. Dus we zijn hier nu, maar het komt goed. We hebben nog eigenlijk wel altijd te gaan. Dus die van Beveren en zo dingen allemaal, dus het is helemaal in orde. Maar we blijven bij de buur, want alles is de buur weg en dat kan ik niet meemaken. Dus daarom dat we er even bij blijven zitten. We zijn nu in het Plopsaland. In de Pannen zitten we niet, maar in Antwerpen. En het is ook heel leuk. Even er weer opzetten. Het is leuk om zo'n foto te maken. Kijk, hij staat hier. Namelijk. Ik kan. Ja. En eens kijken wat hij erin mag, want hij is natuurlijk ook niet zo groot en hier heb je van die. Dus we gaan eens kijken wat hij erin mag. We zitten hier in de auto. Ja. En ben eens benieuwd hoe het gaat zijn. En hij zit hier al te lachen. Dus we zijn vertrokken. Wat is dat? Ja, weet ik het. Ja, weet ik het ook. In de auto. We zijn nu in de auto. In de auto zitten we nu. Het wordt groen en dan gaan we starten. We kunnen nog heel snel de buikse kriebels voelen. Het is echt leuk. Hallo cowboys, goed dat jullie hier zijn.
We zijn hier in de chaloes. Tata zegt. Goed een keer, omaatje. En hier staat onze foto. Ik weet waar hij staat, maar dat zijn wij daar boven. En zo zie ik niet staan. Ja, als je een euro hebt, krijg je ook aan de rest van 5 euro. Ja, ik heb geen euro. Wacht, zo is het. Zo heb ik niet. Nee, maakt niet uit. Hij zwingt, hij is mega topie. Het is wel leuk eigenlijk om te zien. Dus dat deed ik ook altijd. En waarom niet? Dus toch niet. Het is vakantie voor iets, hè? Je ziet hem hier al een beetje als mega topie. En hij blijft zo mooi zitten, hij is toch zo echt een groot job. Het is in de buffet. En we gaan niet in, want hier mocht hem de vorige keer niet in. Dus daarom dat we nu even hier staan te wachten om bij de in te gaan. Dus dit is wat we zien. Haring de Vrijne, perfect. Laten we testen hoe jullie de magische toverstapjes hanteren. Wij schoren jullie uit en proberen de lichtpuntjes te raken. Alleen Enzo was er nog te klein voor, Enzo is maar 1,85 meter, dus
ja, is te klein voor in te gaan. Dus, maar misschien de volgende keer wel. Daarmee, ja, ik wou lang weten wat hier achter zat. Dus ik dacht, ik ga het gewoon alleen doen. Dus ik heb even vast in de puur gingen. En het duurt ook niet lang om dat te doen eigenlijk. Ja. Dus, het is bijna al. Dus we hebben ook al Puma gezien en zo, dus dat is wel tof. Om hier te zitten. En dat is gemaakt met de buggy, dus dan kun je gewoon op het knopje drukken en dan kom je daar echt. We gaan naar B, we gaan onze buggy daar even achterlaten, dat is wat makkelijker. Zo. Dan kunnen we hier op uit. En dan gaan we onze buggy even hier achterlaten. Dat is wel gemakkelijker. We zitten constant met de buggy. En dat is wel lastig. Zo. De kikkers. En ik heb een chipper om in de kikkers te zitten. Dus daar gaan we dan ook van genieten. Dat zijn allemaal kikkertjes achter ons. Maar die was goed vast, dat komt helemaal goed. Ja. We gaan starten. Niet bang zijn. Kijk, dat doet gewoon kwaad. Kijk zo. Zo, Peter is bij jou. Kwaad, kwaad. Ja, dat kribbelt in de buik. Ja. Hoor, ik was er ook een beetje bang van, maar ja, ik leer hem ook van misschien overwinnen. Dus ja, hè? Hij is dus in alle attracties behalve in de kikkers. Ja, rustig maar schattig. Niet bang zijn. Dat hij daar bang van is, want in Plopsaland, in Groot Plopsaland, daar durft hij wel in. Hier niet, dus daar heb er niks van. Dus heel gek. Maar ja, dat zal wel verbeteren. Ja, ik zeg het, hij heeft overal in behalve daar. Dus. Roltrap zegt en dan is die helemaal kapot. Dan is die helemaal kapot. Waar liggen ze? Kijk eens. Daar ligt een eitje. Hier. Een eitje. Een eitje. Mega top. We moeten de eitjes voor zoeken. Zo. Kijk eens hier. Leg het er maar in. Leg ze maar. Zo. Eerste man en mevrouw. Ja. Wat heb je er? Oh, je hebt er maar één. Je moet er nog vier. Wat is er hier? Zo. Je moet het erin laten. Pak de eitjes. Dat kan. Het is deze kant. En zo. En zo. Het is deze kant. Het is die kant. Kom. Kom. Mega Tobi, het is deze kant. Kom. Ja. Ha ha ha.
We zaten in een glijbaan. Zo. Ja, kom. Ik zoek mijn kleine man. Daar is hij. En zo. Ja! 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 Mij! Neem ze maar mee. Oké, oké. Zo. Oei! We zitten letterlijk tussen de ballen. Letterlijk even hier tussen de balletjes. Hier zitten we dan. Is wel top. Hier te zitten. Goed vast. Ja. Ik zit op een paard. Een paard. Maar die was goed vast. Ik zit op zo'n paardje. En hij zit hier. Leuk, hè? We gaan naar boven, naar de zee. Je kunt er ook zwemmen, je hebt hier ook wel mini spaghetti. En hier heb je eigenlijk alles van levels waar dat je in kunt. En dus dan moet je wachten. Vliegen. En ze trekt daar iets aan. We gaan vliegen, maar ik ging niet meer aan dat tijd. Maar we gaan er omhoog. Dat is een zorg dat we er omhoog gaan. Dit is een leuke video, dat is zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren, dat is echt leuk. Jammer dat je nog niet overal in mag, dus dat heeft dan natuurlijk, ja, als je met twee bent, dan kun je erin. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dus ja, dat is wel een nadeel, maar voor de rest was het eigenlijk wel leuk. We gaan dus... Het was echt super tof. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.